Nou, vanuit het Veiligheidsberaad kwam wel breed het verzoek om lokaal maatwerk gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet zozeer medisch gerelateerd, maar wel gericht op gedragsbeïnvloeding, om dat instrumentarium toch eens stevig onder de loep te nemen. En ook te kijken waar zou je mee kunnen experimenteren. Maar dan gaat het vooral over nieuwe methoden gericht op gedragsbeïnvloeding en ook te bemeten op het effect. Onder een hele kleine groep, dat vind ik wel belangrijk om dat erbij te zeggen. Het is een hele kleine groep die maakt dat dit nodig is. Dat is intimiderend. De kant van de piemel. En dan trek je me zo omheen. Jullie hebben... Wie van jullie plast wel eens in het zwembad? Ja, zeker. Ja. Tot wel. Een soort wc hebt ondergekotst. Raar. Je praat er meestal niet openbaar over. Het stinkt en het is bruin en het ziet er niet lekker uit. Een beetje gênant voelt het misschien. Maar toch moet er meer aandacht komen voor poepen. Waarom kleuren jullie de rollen? Dan zien de baasjes het beter wat ze eigenlijk hebben laten liggen. We zijn de rollen geel aan, een kleurtje aan het geven en dan er een kaartje in te stoppen. Oké. Oh, zo moet ik meedoen. Oké. Ja. Oké. Okay. Oh, okay. Ja, je. Ik weet alles over liefde, over seks. Het is de spermatocht. Dan moet je een speurtocht doen. Er heeft een natte droom plaatsgevonden. En dat is blijkbaar allemaal geaccepteerd en normaal geworden. And now for something completely different.